Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van van Euro Truck Simulator 2 Promos. Het is hier behoorlijk koud zoals je ziet, want er ligt overal sneeuw. En dat betekent dat wij namelijk in IJsland zijn. We zijn in Reykjavík. Het is 400 kilometer, hier is een stukje. Dan gaan we helemaal met de boot, helemaal naar Hirtshals en van Hirtshals gaan we naar Göteborg. En dan gaan we naar Kristiansand. Dus het is eigenlijk grotendeels op de boord. En we hebben vandaag een andere vrachtwagen bij ons, namelijk de Volvo VNL. Die heb ik ook in de livestream gemaakt. Ik vind hem super gaaf. En we gaan hem eens eventjes starten. En het leuke aan deze Volvo is, als je hem start, dan komt het stuur komt naar je toe en de navigatie komt uit het dashboard. Let maar op, komt ie. Zie je dat? Hoe mooi is dat? Vol gas! Hier zit ook heel mooi geluid in trouwens. Dus we gaan eens eventjes van IJsland naar dinges rijden. Ho, dat was niet helemaal goed. Volgens mij staat het geluid van de game ontzettend hard. Maar dan kan ik als ik aan het editen ben, kan ik dat wel aanpassen. Zo. Dus daar hebben we vandaag in een Volvo. Ik wou eigenlijk een andere Volvo downloaden. Zo'n oude versie. Die heb ik al een keertje eerder gehad. Maar ja, dat duurde veel te lang met downloaden. Hij is nou nog steeds aan het downloaden trouwens. Dus ik dacht, ja, ik moet eventjes opnemen. Laat ik dat gewoon eventjes direct doen. Dat is net zo makkelijk. Moet alleen natuurlijk wel eventjes die en die hebben. Zo. En het is dus ongeveer 400 kilometer over de weg. Nou, dat valt heel erg mee op zich. Het is gewoon grotendeels door de, of over de boor, of met de boor moet ik zeggen. En zoals je ziet is het is heel mooi sneeuwig, sneeuwachtig. Ik ben niet zo fan van sneeuw, maar het ziet er wel heel gaaf uit. Waarom doet mijn cruise control het niet? Oh, nu wel. Geen idee waarom die het niet deed. Maar ja, alles om ons heen is dus sneeuw. Daarom heet het ook IJsland. Weet ik niet of het daarom IJsland heet hoor, maar het is een heel mooi stukje rijden dit in ieder geval. En je hebt hier ook off-road. In IJsland heb je ook off-road wegen. Dus daar wordt ook nog wel gevaarlijk eigenlijk. Hi collega. Iglesaoi. Of hoe je het ook uitspreekt, weet ik veel. Zat er iemand? Er zit wel iemand te wachten. Gaat u maar voor, meneer. Of blijf je daar nog maar staan en dan sta ik hier en dan verdoe ik mijn tijd. Ja, als je het niet oversteekt, dan ga ik gewoon rijden hoor. Ja, wat tuut. Ik zit hier bij een, nou ja, goed. Dan niet. Dag. Vol gas bij die Volvo. Au. Dat was het tweede bordje wat ik raakte. Ik dacht, ik maak juist een hele mooie bocht, maar blijkbaar dus niet. Dat is een beetje jammer. En dan moeten we hele stelle heuvel moeten we op. Dus dat wordt nog een beetje lastig, denk ik. En dat kost heel veel brandstof. Ik kan wel schakelen, maar volgens mij heeft dat niet heel veel zin. Je mag je ook niet inhalen. Je mag je ook niet inhalen, dat is ook wel logisch. Kijk, nou zakt hij alweer in toeren, dus moeten we alweer terugschakelen naar de 3. En misschien zelfs nog wel nog naar de 2. We moeten een hele stelle heuvel op. Ik moet een 1. Nee. Toch maar terugschakelen.
Kom op, vol je kunt het. Hoop ik. Hoop ik dat hij het kan. Eigenlijk moet ik hier dan eventjes een thumbnailtje maken. Ik had er al eentje gemaakt, maar ik denk dat het mooier is als ik er eventjes hier eentje maak. Ja, wat is mooi, hè? Dat op de achterkant of dat op de achterkant? Ik denk de andere kant. Denk ik. Ik denk dat dat mooier is. Zo. Iets hoger. Zo. Nee. Laten we die even pakken. Hupsakee. Nou, vol gas weer. Maar het, volgens mij het moeilijkste gedeelte van de heuvel hebben we gehad. Dus dat scheelt. Dan moeten we hier naar beneden. En dan komen we bij de boord. En dan moeten wij naar Hirthals. En vanuit Hirthals moeten we weer naar Trelleborg. Dus dit is nog een behoorlijke eind op de boord. En we zijn ook bijna bij het stadje, dus dat moet helemaal goed komen. Nou, hier zijn we het stadje in. Een stadje waar de boord is aangemeerd. Oh, speedbump. Je mag ook maar 50, dus we moeten hier een beetje aan de snelheid letten. Op de snelheid letten. Laat ik eventjes hier links gaan. Want dat weggetje heb ik nog niet ontdekt. Een andere stukje, de andere stuk wel, maar dit stuk heb ik nog niet, ontdekt. Zo, je maar het water inrijden, joh. Nee, een probleem. Oké, okay, dat was ook niet heel handig wat ik nou doe. Dan moeten we... Het was altijd eerst dat je eromheen kunt rijden. Ah, vandaag dus niet. Oh, sorry. Foutje. Nu alweer 4% schade aan de trailer door die drie bossinkjes. Moet je nagaan. Maar normaal gesproken kon je altijd helemaal rondrijden. Maar dat kan dus niet hier. Ja, maakt niet uit. Maar dan hebben we dat in ieder geval wel ontdekt. Dat is dan ook wel weer leuk. Zo. Hier moeten we links. Dan gaan we naar Hirthals. En dat is volgens mij iets van 1700 kilometer alleen met de boord, hè. Moet je nagaan, hoe lang zou je dat wel niet hoeven doen, joh. Volgens mij kun je dat zo meteen wel zien. Misschien is dat wel 2 dagen op de boord of zo. En dat is pittig lang. Moet je eerst de boord oprijden. En is ook altijd wel mooi dat je de boord op moet rijden. Zit er eentje op de uitkijk. Ongelooflijk. Sorry. Ik weet al niet hoe lang. Waar ben ik wel niet allemaal tegenaan geknald, joh. Moet je nagaan, hè. Dus 48 uur is 2 dagen. En dit is gewoon bijna 2 dagen op de boord. Dat is pittig lang. Dus heel lang. 2 dagen op de boord. Ongelooflijk. Maar goed, we zijn alweer in Europa. Dus dat is ook wel lekker. Vol gas. En zijn we nou in Frederikshaven. En in Frederikshaven bij Hirthals moeten wij weer op de boord. En dan kunnen wij door het mooie Denemarken heen rijden. Hoe lang hebben we de tijd nog? Nog 56 uur. Dus we kunnen nog wel een dag vrij nemen eventueel. Dat is mogelijk. Maar dat gaan we niet doen. We moeten dit vrachtje afleveren. Alright, we zitten op de snelweg. Het regent ondertussen. We zijn nu al in Zweden. Dus dat is heel mooi. En dan moeten we dan volgens mij nog iets van 280 kilometer of zo. En dan zijn we er. Dus ja, het gaat er nu toe goed. Ik ben alleen per ongeluk net ergens tegen de muur aangeknald. Want ik had de verkeerde afslag genomen. Waardoor ik dus tegen de muur aanknalde. Dat is zoveelste botsing van vandaag. En ja, nu zijn we dus gewoon mooi op de snelweg.
op weg naar Kristiansand. We zitten op de snelweg waar we 90 km per uur mogen, dus dat is ook wel lekker, dat schiet ook wel op. Alleen ik heb niet de realistic weather sound. Je hebt een mod waardoor de geluiden zo, dat je dat allemaal veel beter hoort. Dat het veel realistischer zit, dat je de onweer ook beter hoort. Want als je nu, stel hè, het onweer, het probleem is dat je niet de knallen hoort. Je hoort alleen de knallen als je buiten de cabine bent. En mocht je dan die realistic weather sound, volgens mij staat die wel in de mod hub of in de Steam Workshop. Dan hoor je het regen hoor je beter op het windscreen. Dus op de voorruit hoor je hem beter druppelen. En mocht er een knal zijn, dan hoor je dat ook veel beter. Alleen die moet ik nog een keertje installeren. Ik heb wel een mod genaamd... Is dit een tolpoortje? Nee. Ik heb wel een mod genaamd Improved Lights. Dus alle lichten, de koplampen, de zijlampjes, de oranje lampjes die ik aan de zijkant heb. Wat je kunt zien. Die zijn geïmproviseerd en ook de koplampen. Die mod heb ik dan wel weer. En ja, er zijn zoveel mods waar je, mee kunt spelen in Euro Truck. Alleen het probleem is, je hebt sommige mods die kunnen crashes veroorzaken. En daarom wil ik eigenlijk altijd het liefst gewoon mods die in de Steam Workshop zitten. Want dan weet je 100% zeker dat er niks met die mod aan de hand is. Omdat SCS ze eerst eventjes gaat testen voordat ze in de Steam Workshop komen. En als je ze van een site downloadt, dan heb je een grotere kans dat er... Of ja, een error in zit of weet ik voor wat. En als je mods uit de Steam Workshop gebruikt, is dat niet het geval. Dat is ook wel makkelijk. Nou, we zijn weer op gang. We rijden op dit moment 87 km per uur. Ultra low diesel fuel only. Oh ja, juist. En we mogen hier nog steeds 90. We rijden nu dus 93. En we moeten op dit moment nog 225 km en dan zijn we er. Dus dat moet... Hey! Maar goed komen. Nou, het is ondertussen volgens mij veel harder gaan regenen, wat het onweer namelijk ook. Je kunt wel de flitsen zien. Je zou zometeen nog een keertje langskomen. Alleen wat ik dus net zei over die realistic weather sound. Zie je dat? Dat was de flits. Dan hoor je dus de knallen ook vanuit de cabine. Misschien dat we dat wel horen, maar omdat deze Volvo zoveel lawaai maakt, dat niet het geval is. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de mensen in Zweden wel weten wat goede politieauto's zijn. Namelijk een Volvo XC70. Of een XC60 of een XC90. Dat is ook wel logisch natuurlijk, want in Zweden wordt Volvo gemaakt. Oh. Maar ik ben net twee politieagenten tegengekomen en die reden alle twee in een Volvo XC. Mooi. Maar misschien moet ik dat ook wel eens een keertje opzoeken. Een mod dat je ook echte... het echte merk op de auto staat. Volgens mij zou daar vast wel een mod voor zijn. Voor ons, dat was een Passat. Dat is een Polo wat voor ons zit. Dat kun je natuurlijk wel zien. Maar het is mooi als het logo er ook daadwerkelijk op staat. En dat is een Seat volgens mij. Die groene. Dat is een Volkswagen Transporter. Lijkt erop. Als ik dat zo zie. Dan moet je kijken waar het regent, joh. Eigenlijk moet je een beetje snelheid verminderen, hè. Maar goed, het is niet glad op de weg, dus dat scheelt ook alweer. Maar wij moeten nog 130 kilometer, dus we zijn er eigenlijk grotendeels bijna. Dus als we er bijna zijn, dan kom ik wel bij jullie terug. En dan moet ik maar eens een keertje gaan opzoeken of daar een mod voor is dat je ook daadwerkelijk... Oh. Dat je ook daadwerkelijk echte merken op de auto zet. Dat is misschien wel leuk. Volgens mij is onze eindbestemming aan het einde van deze weg als je zo op de navigatie kijkt. Dus dat betekent dat we er bijna zijn. We moeten nog 70 kilometer. Dus ja, volgens mij zijn we er bijna. Maar ja, als die vrachtwagens niet doorheen. Kijk, zie dat. De lichten zijn ook een heel stuk beter. Het zijn nou allemaal xenonlampen. Best wel nice. Eigenlijk moet ik hier dan ook nog eventjes een bloktransport skin voor hebben. Dat is ook wel gaaf. Op zich is dat niet zo heel moeilijk hoor. Maar je moet alleen goed weten waar alles moet staan. Maar er staan genoeg tutorials op YouTube om een eigen skin te maken. En trouwens, daar heb ik normaal niet over gehad. Over de vorige aflevering van Promos. De eerste aflevering. Want er komt... als deze online is, is er nog eentje online gekomen. Vonden jullie dat op zich best wel leuk. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Een keer wat anders natuurlijk dan farming.
En hou ik de mensen voor Eurotruck, hou ik ook tevreden. En mochten jullie ook leuke mods hebben, jongens, voor Eurotruck, laat het dan weten in de reacties. Want ik ga in deze game, ga ik elke zaterdagavond ga ik dat streamen, zowel op YouTube als op Twitch. En is het altijd wel leuk als we wat nieuwe mods gaan proberen, snap je? Dus mochten jullie mods hebben die ik misschien een keertje moet gaan gebruiken, laat het weten in de reacties. En dan wie weet doe ik er wel wat meer. Who knows? Who knows, who knows, who knows? Maar volgens mij zijn we er bijna. Ja, we kunnen de lichten aandoen, maar volgens mij heeft er niet zo heel veel nut. Maar nou heeft mijn vrachtwagen, die heeft dus nou ook xenonlampen. Dat is ook wel gaaf. hebben vrachtwagens tegenwoordig xenonlampen? Ik heb volgens mij nog nooit een vrachtwagen met xenonlampen gezien. Alleen met halogeenlampen. Tenminste, er staat halogeen hier. Maar ik heb nu xenonlampen. Laten we een dikke Volvo hebben, dan moeten we wel xenonlampen hebben. Dat is wel gaaf. Even kijken, dan moeten we hier rechtsaf. En daar zijn we eigenlijk in Kristiansand. Trafiekplaats Herlev. Iets met verkeer. In ieder geval. Afslagje pakken. Een rotonde, denk ik. Yep. Oh, ik ga helemaal verkeerd, ja. Whoops. Sorry. Foutje. Waar moet ik heen? Rechtdoor. Zo, ik dacht, ik kreeg in één keer een flits in mijn gezicht. Maar dat is de zon die opkwam. Ik schrok ervan. Bauhaus. En hier rechts moeten wij wezen. Daar. Ah, mooi. Alleen ik heb Kristiansand dan blijkbaar dus nog niet... Oh, toch wel ontdekt, wou zeggen. Oké, hier is Bauhaus. Hier is een tankstation. Wij gaan hier rechts. Wij moeten naar Netto. En weer knal ik ergens tegen. Nou, het is nog niet te geloven. En ik kan goed vrachtwagen rijden. Oh, maar dit wordt ook wel lastig. Ik had er achterwaarts in moeten gaan. Nou, doen we dat eventjes. Dit ding stuurt jij helemaal niet achteruit, man. Kan ik nou weer ding aan dan? Maar met die grote Amerikaanse vrachtwagens is achteruit rijden wel een heel stuk lastig hoor. Pas op voor dat bord, dat kan ik niet zien. Maar ik kan natuurlijk ook dit doen, hè. Als ik hierin draai, als dat lukt. Volgens mij heb ik nog nooit zo lang over gedaan om een vracht in te parkeren. Langs de palen in. Het is wel ongelooflijk lastig hoor. Waarom duurt dat zo lang? Hoe lang ben ik nou wel niet bezig met inparkeren, joh? Ik zou niet te geloven.
Kijk dan jongens, hoe kan dit dan? Vanuit de spiegels, hè? Hoe gaaf is dat? Ik vind het mooi. Nou, we zijn klaar. Heel mooi. Redelijk. Ja, dat kan ik begrijpen. We hebben 200 liter verbruikt. En 421 kilometer. Ik zou dat heel eventjes opslaan. Want dan kan ik dat in onze bloktransport zetten. 421. Ja, mijn pen doet het niet. 421 km. 200 liter. Kabeljauw. Hoeveel ton was het, weet ik niet. Maar in ieder geval jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming. Nee, niet van Farming. Voor Euro Truck Simulator 2 Pro Mods. Mocht je dit uiteraard een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even die like erop te knallen, mocht je dat niet hebben gedaan. Ben je nog niet geabonneerd, doe dan ook zeker eventjes, help me enorm mee. En zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!